Vrouwen kunnen vanaf de zwangerschap onderzocht worden om vast te stellen of het kind een afwijking heeft. Dit kan omdat het Medisch Wetenschappelijk Instituut, MWI, beschikt over een nieuw apparaat, de zogenoemde NuAir NU8600 incubator. Met dit apparaat kunnen cellen onderzocht worden. Het apparaat kan door MWI aangekocht worden middels een donatie van de Staatsolie Foundation for Community Development. Bernadette Sabayo Sederboom, directeur van het MWI, vertelde in het kort over het apparaat. Ze gaf ook aan blij te zijn met de donatie. Ja, dit moet je eigenlijk zien als een ruimte die afgesloten is, waar je eigenlijk je cellen inzet en waar ze zich kunnen vermenigvuldigen, omdat je voldoende cellen hebt die je moet kunnen onderzoeken. Want in de cellen zitten dus de chromosomen. En dit is dan een afgesloten ruimte, zodat je echt alles kan beheersen. En dat is dus dit apparaat. Het gevoel dat wij hebben is een gevoel van blijdschap en vreugde en, ik zei het ook, feest. Niets is zo erg wanneer je weet dat je de samenleving kunt helpen met een bepaald soort type onderzoek. En je kan het niet doen omdat het apparaat dat veel te oud is gewoon niet meer kan. Er zijn zoveel mensen die zwanger zijn en in de inleiding is het ook gezegd, zodra je de 36 bent gepasseerd, loop je een verhoogd risico op afwijking van de chromosomen. En dat kan leiden door afwijking bij de mens. En je wil van tevoren bepaalde zaken weten. En dat wil zeggen dat je vanaf de zwangerschap al onderzoek kunt doen, vruchtwateronderzoek. En je kunt ook daarna, wanneer dat kind al is geboren, ook weer onderzoek doen om te kunnen vaststellen of er een afwijking is. Sabayo Sederboom geeft verder aan dat er meer apparaten vervangen moeten worden, omdat die al verouderd zijn. Ze zal daarom vaker een beroep doen op de gemeenschap voor donaties. Wim Dwarkasing, voorzitter van de Staatsolie Foundation for Community Development, vindt de donatie een goede investering. We hebben gekeken naar drie dingen. Doelgroep. De doelgroep zijn vrouwen die in verwachting zijn van hun kind, maar een verhoogde risico tonen voor chromosomale afwijking. En daar moet er onderzoek komen om vast te kunnen stellen of dat zo is. En op basis daarvan eventuele besluiten nemen. Een besluit die dus zeer veel impact kan hebben op zo'n persoon, zo'n aanstaande moeder, leven lang. Dus vandaar dat we hebben gezegd, en de moeders in verwachting gaat dwars door alle lagen, sociale klassen, rassen, etc. Dus dat is ook in onze perceptie om zoveel mogelijk mensen te betrekken, grotere doelgroep. Dat is één van de redenen. De tweede reden is dat we vertrouwen hebben voor goede zorg en doelmatig gebruik van het apparaat. En we hebben volste vertrouwen in ons Medisch Wetenschappelijk Instituut. Aan de hand van vele voorbeelden die wij nu weten, wat zij doen. Vooraanstaand in wetenschappelijk onderzoek, maar ook support naar mensen toe die hulp nodig hebben. Dat was Wim Dwarkasing, voorzitter van de Staatsolie Foundation for Development. Hij sprak gisteren bij de officiële overdracht van een NuAir incubator. Een apparaat waarmee er chromosomenonderzoek gedaan kan worden.